Uit het begin van dit filmpje weet u al dat het om de verkiezingen gaat. En dat het de bedoeling is u op te wekken, uw stem te geven aan de Partij van de Arbeid. In de vrije landen hebben algemene verkiezingen grote betekenis. Dat is niet overal het geval. U weet dat er ook nu nog landen zijn waar men de keuze heeft om te stemmen op één lijst, de enige die er is. In ons land vallen er werkelijk beslissingen. Natuurlijk weten we dat veel afhangt van de toestand in de wereld en dat er ook internationale afspraken zijn op sommige punten. Maar er zijn heel belangrijke zaken die tenslotte liggen in handen van ons eigen volk. En het komt erop aan bij de aanstaande verkiezingen uit te maken of men wil dat verder geregeerd zal worden in de geest van een beleid als dat nog toe gevoerd is. U zult daarvan iets kunnen zien in de film die de Marshall-organisatie heeft laten vervaardigen om een beeld te tonen van de wederopbouw van Nederland. Het is een film niet voor een enkele partij, maar voor ons hele volk en juist daarom belangrijk. Wij wensen de arbeid die begonnen is te kunnen voortzetten en in vooruitstrevende zin te kunnen uitbreiden, gedreven door de gedachte, door samenwerking sterk. Geen gebrek aan bescheidenheid verwijten wanneer wij zeggen dat in dit land na de bevrijding een indrukwekkende arbeid in het belang van herstel en wederopbouw is gepresteerd. Dat wordt in het buitenland ook algemeen erkend. Men heeft er respect voor de economische, de financiële en de sociale stabiliteit die daarmee gepaard is gegaan. Dat hebben wij te danken aan de arbeid van heel ons volk. De gevolgen van de oorlog hebben ertoe geleid dat ons volk grote lasten te dragen heeft gekregen. Maar de offers zijn niet te vergeefs gebracht. En er is naar gestreefd de zwaarste lasten te doen dragen door de sterkste schouders. En ondanks alle schade, nood en leed die de oorlog achter zich heeft gelaten, is het in de jaren daarna mogelijk gebleken toch voor verschillende groepen die er tevoren het ongunstigst aan toe waren, verbetering in hun levenspeil en hun bestaanszekerheid te brengen. Bij dit alles heeft de Partij van de Arbeid constructief kunnen medewerken. En hoe sterker zij straks uit de verkiezingen tevoorschijn zal komen, hoe groter de kans is dat zij hun invloed ten goede zal kunnen blijven uitoefenen. In de donkere dagen van heden klinkt een roep die je wekt, kameraad, want de vrijheid, het recht en de vrede vragen thans van wie denken een daad. En gevoed uit een strijdbaar verleden staan we weer voor de toekomst paraat. Voor de vrijheid, voor de vrede, voor het recht strijd ook gij met ons mee. Voor de vrijheid, voor de vrede, voor het recht, geef uw stem aan lijst 2.